De bereidheid om Oekraïense vluchtelingen te helpen is groot. Merk je overal. Bij de politiek, maar ook bij de mensen thuis. De familie Hebtchik uit Wouwse Plantage is overweldigd door alle hulp. Die kwam na een oproep op internet. Wij hebben hier verschillende kleding voor vrouwen, kinderschoenen, vrouwenschoenen. Want ze hebben ons gevraagd om dit allemaal te sorteren. Dus dat hebben we geprobeerd te doen. Ja. Aan deze kant hebben wij voor dieren gezorgd, hulde dierenverzameling gemaakt. Ja. Die gaat ook met een aparte bus naar Polen vertrekken. Elke kerkbank is een andere categorie. Ja, een beetje wel geprobeerd zo te verdelen. De 20-jarige Martina Hipcek trekt samen met haar ouders en zussen de kar van de actie in Wouwse Plantage. Ik ben zaterdag begonnen met het oproep plaatsen. En vanaf zondag hebben wij alle spullen al begonnen met inzamelen. Wat begon als een inzamelactie onder vrienden liep helemaal uit de hand. Het paste al lang niet meer in huis. En dus werd uitgeweken naar de gymzaal van het dorpshuis en nu naar de kerk. Ja, heel de kerk lag vol. En buiten heel de kerkpleintje lag vol. Vanmorgen is al een eerste vrachtwagen vol spullen vertrokken en de tweede wordt nu geladen. Zeg, jij komt zelf uit Polen, klopt. Niet uit Oekraïne. Nee, waarom klopt. Doe je dit dan? Omdat Oekraïne onze buurlanden zijn en ik ben van mening als wij ook in een oorlog komen, wil ik ook dat zij ons kunnen helpen en dat andere landen ons ook helpen. Dus die mensen hebben gewoon hulp nodig. Zeg, en de pastoor vond het wel goed dat jullie hier in de kerk... Ja, klopt. Er zijn wat mensen die hebben alles geregeld. Ja. En die hebben gevraagd natuurlijk of hij dat ook goed vond, want daarna hadden wij geen plek. Ja. En hij vond het geen probleem. Nu hebben we eigenlijk wel een beetje geluk, want aanstaande zondag is er geen dienst hier. De volgende zondagen van de maand wel. Dus dat komt eigenlijk best goed uit dat nu de kerk vrij is. Hier is een beetje een mix van alles gemaakt wat er nog gesorteerd moet worden. Ja, er is nog werk aan de winkel. Ja. Intussen is ook de tweede truck tot de nok toegevuld en op weg naar het grensgebied tussen Polen en Oekraïne.